Ik ben Tycho en dit seizoen ga ik de mensen ondervragen van Excelsior. Wie zit daar? Hoi. Oké. Fix je schoenen. Ik ben er klaar voor, hoor. Hallo. Hoi. Heeft u er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Oké, dan komen de vragen. Jij ook? Ja, dan komen de vragen. Waar heb je leren voetballen? Eigenlijk heb ik leren voetballen op het pleintje. Voor mijn huis waar ik ben opgegroeid in Lekkerkerk. En vervolgens ben ik bij de F'jes begonnen. En daar heb ik zeg maar in het begin leren voetballen. En uiteindelijk ben ik in de D'tjes. Nou, hoe oud ben je dan? Dat moet jij weten, denk ik. 12. Nou, ben ik naar Excelsior gekomen. En daar heb ik het geperfectioneerd. Wie van je kinderen gaat je opvolgen? Ik hoop allebei. Maar als ik nu de een zou moeten kiezen, zou ik mijn jongste kiezen. Puur omdat hij wat... hij pakt alles van zijn broer op, dus hij is met alles wat sneller. Hoe komt het dat jouw kinderen zo knap zijn? Is dat door jou of door je vrouw? Door mij natuurlijk. Nee, ik denk dat ze heel veel van mijn vrouw hebben. Mijn haar, mijn krullen, maar ze hebben blauwe ogen. Nou, die heb ik duidelijk niet. Toen jij je vrouw ontmoette, had je toen een laag handelingstempo of ging dat wat sneller? Nee, dat ging ook niet zo snel inderdaad. Maar het lijkt alsof het een laag handelingstempo is. Hè. Ik verdoezel alles een beetje en mijn handelingssnelheid is heel snel. Wat is je hoogtepunt geweest in je voetballoopbaan? Of moet je die nog komen? Nee, die is al geweest. Tenminste, ik denk niet dat er nog iets mooier gaat worden dan kampioen en de beker pakken in één seizoen. Niet tegen Sparta? Dat was ook heel mooi, maar als ik toch iets moet kiezen, dan is het kampioen en de beker in één seizoen. Wat voor trainer wil je worden? Eentje die in ieder geval veel met de bal doet en ervan uitgaat van de kwaliteiten van zijn spelers. En daarop natuurlijk zo goed mogelijk probeert te voetballen en resultaat te halen. Van welke trainer heb jij het meest leren vloeken? Leren vloeken? Hoe moet ik zijn naam zeggen? Ja. Zijn achternaam is voor mij hetzelfde als die van jou. leren vloeken. Ik heb eigenlijk van geen ene trainer echt leren vloeken. Maar als ik Marco Verlochem als voorbeeld neem, kan hij in mijn ogen soms best wel hard zijn voor spelers. Dat is soms ook wel goed, maar soms denk ik wel van je bent misschien iets te hard. Ja, ken ik wel. Oké. Wat is het domste dat je ooit hebt gedaan? Het domste? Ik denk dat dat was toen ik nog een jong jongetje was. En toen ik wat jonger was, was ik heel eigenwijs en kon ik heel slecht tegen mijn verlies. En toen hadden we een keer verloren en toen het ging niet zo goed in het veld, zeg maar. En toen liet ik mijn broek zakken naar de scheidsrechter. Dus dat was niet zo slim. Nee. Wanneer was je dat je rechts was? Nog een keer? Wanneer wist je dat je rechts was? Rechts was? Nee, ik ben nooit rechts geweest. Dus ik kan alleen maar op rechts lopen en verder kan ik er niet zoveel mee. Heb je nog een droomclub? Mijn droomclub is Barcelona, maar ik ben ook al zo realistisch dat ik weet dat dat niet meer gaat gebeuren. Jammer. Wanneer is dit seizoen leuk? Als we erin blijven. Als we erin blijven, dan is het geslaagd voor mij. En het liefst met goed voetbal. Maar het belangrijkste is dat we erin blijven en het liefst rechtstreeks. De laatste. Kan je eigenlijk penalties nemen? Ik kan zeker penalties nemen, ja. Alleen de trainers zien dat denk ik anders. Het waren mijn vragen. Dankjewel. Goede vragen. Een goed interview. Dankjewel. Goed gedaan, man.